We hadden net een hele trotse Ramiz Sarouki voor de camera. Hoe vond jij dat hij weer binnenkwam lopen na zijn debuut eigenlijk bij Algerije? Ja, een sprookje. Maar ik denk dat het sprookje ook nog een vervolg gaat krijgen als ik het zo lees en zie. Dan heeft hij een uitstekende indruk gemaakt en heeft hij al twee interlands op zijn naam. En dat geeft hem alleen maar vertrouwen en hij heeft er ook heel veel voor moeten doen om zover te komen. En dat maakt het verhaal alleen maar mooier. Dus hij mag best trots zijn. Alleen de knop moet weer om van Algerije en Afrika naar Twente tegen Vitesse. Ja, hij zei al, die knop moest inderdaad snel om. Hij heeft er gisteren weer gemeld. Kon je dat aan hem merken, dat hij dat snel voor elkaar kreeg? Ja, maar dat geldt voor veel spelers bij ons. Ramiz is niet echt een tukker, maar wel echt ontzettend nuchter en is niet totaal geen opschepper en hoeft ook niet echt in de spotlights. Maar hij wil wel alles uit zichzelf halen en daar moet hij gewoon mee doorgaan. Ja. Iedereen is denk ik ondertussen terug, hè, van de interlands, want ook Eboué was natuurlijk weg. Ja. Ja. Is iedereen goed teruggekomen, ook fit vooral? Ja. Dat is, Tyrone Eboué had nog wat lichte maagklachten, maar die waren vandaag alweer beter. Okay. Dan was het sowieso even een andere week, want niet iedereen was erbij. Maar volgens mij klopt het dat jullie ook iets langer vrij hebben gehad? Zeg ik dat goed? We hebben 3 dagen vrij gehad dit weekend. En dat hebben ze ook dik verdiend. En die gingen we in met een goede oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle. En als we dat gevoel en dat niveau door kunnen zetten. En ik vond eigenlijk de wedstrijd tegen Heerenveen vond ik ook alweer een stuk beter. En dat moeten we morgen weer laten zien. Alleen het liefst met meer goals. En daarna die wat dagjes vrij, kwam iedereen met frisse kopjes weer binnen? Ja, zeker. Ja, je zei het al, de klok moet snel om naar Vitesse. Je bent al gauw geneigd, omdat die wedstrijden elkaar... Ja, sommige tegenstanders tref je best wel snel achter elkaar steeds dit jaar. Ja. Om dan terug te kijken naar dat eerste duel. Denk jij dat zij toen een beetje verrast waren door jullie? Nee, niet verrast. Het is inderdaad nog niet zo lang geleden. En we hebben de wedstrijdbespreking voor een gedeelte en de tactiek ook wel weer, weer beelden van toen gebruikt. Maar ik denk dat beide ploegen voor de winterstop het beter hebben gedaan dan na de winterstop. Alleen de belangrijkste fase komt er nu aan. Dat geldt voor Vitesse en voor ons. Maar ik denk dat wij ons, en dat hebben we ook bewezen, heel goed kunnen meten tegen ploegen die goed kunnen voetballen. En dus ook tegen Vitesse. Ja. Ja, je zegt al, voor hen is ook een belangrijke fase. Ja, die strijd om de tweede plek ligt er nog helemaal open eigenlijk wel. Heeft jou dat al over verrassingen gesproken, dat een beetje verrast? Dat zij zo goed mee zouden doen dit jaar, zo hoog? Ja, zeker. Ja. Ja. Er is daar natuurlijk ook heel veel gebeurd met een nieuwe technisch directeur. Een vrij nieuwe staf, een heel aantal nieuwe spelers, een nieuwe speelwijze. En eigenlijk vanaf dag 1 ging het gewoon hartstikke goed. En was het heel fris en verrassend en goed met Tanane en Bazour vooral als blikvangers. Ja, nou ja, over een heel seizoen hou je dat nooit helemaal vast. En de verrassing gaat er ook een beetje af. Maar dat ze nu nog mee zouden doen, plek 2, ik weet niet of ze het gaan halen. Maar dat is een enorm compliment voor Vitesse. Ja, noem nu even Tanane. Ja, en we hadden het over Sarouki. Die zal misschien nog wel even wakker hebben gelegen na die eerste wedstrijd. Nou, ik vind dat wel wat werd overdreven. Genuanceerd moet worden. Samen met Tanane viel ook geblesseerd uit. Het veld in de Gelre Dome was toen echt ontzettend slecht. Dus voor de jongens die willen voetballen helpt dat ook niet mee. Hij zat niet in de wedstrijd, maar dat kan. En dat heb je bij sommige ploegen. Bij Heerenveen is het Veerman bijvoorbeeld, Bazour en Tanane. Ja, als je die niet goed laat voetballen, dan heeft de ploeg het vaak ook moeilijk. Hoewel Vitesse, er wordt nog wel eens onder belicht, hebben toch wel, vind ik, snelle en gevaarlijke spitsen. En ja, dat is een belangrijk onderdeel van een elftal. En Dompen voor jullie, voor die pauze was natuurlijk, Wout Brama was terug, viel toch weer uit. Weet je al iets meer over hoe lang dat kan gaan duren? Ja, dat is eigenlijk voor ons is dat alweer, hoe zeg je dat, oud bier. Ja. Dat was vorige week en dat hebben we verwerkt. Dat is voor Wout vervelend, dat is voor ons vervelend. Ja, we hopen dat hij aan het eind van de competitie of hopelijk in de play-offs nog zijn gaantje kan meepikken. Maar dat is afwachten. Tot slot, net als iedere week, nog andere noemenswaardigheden op blessuregebied deze week? Nee, er zijn verder is er niks bijgekomen. Nee. En dat is goed. Ja, mooi zo houden. Vind ik ook. Ja.